Welkom bij de zevende episode van de Competition Escape. En dit keer begin ik deze episode met het inleveren van 10 Chronicle Fragments. Waarin wil ik XP? Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Doe maar, Hunter. Review newly locked Elder Chronicle. Ja, doe maar. Ik hoef hierna nog maar 70 Elder Chronicles te vinden in de Elder Halls. Als Trimmed Combination Requirement. En dan nu presenteer ik aan jullie de 17e keer dat de statue gemaakt wordt door mij. Dus het is nu echt de aftellen zoals een beetje begonnen. Want ik zit over de helft in plaats van op de helft. Dus nog 15 keer te gaan. Dus we weten dat er een einde aan komt. Ik weet het, want jullie moeten het eventueel toch nog doen als jullie voor trim gaan. Woehoe! En ik denk dat dit week 18 is. Week 18, 18e keer. Van de 32. Er is nog 14 te gaan. Het is al echt aftellen. Nog 14 keer. En dan soms is het moment dat je misschien wel level up gaat, heel binnenkort. Natuurlijk was er in de chat gaan zeggen, S, wat is runecrafting? En, wist ik wel. Het is sowieso de volgende pas, denk ik. Ga ik wel vanuit. En als het goed is, staat hij na 1 of 2 keer neer. En dan ook als het goed is, level 95. Wat betekent dus dat ik weer iets nieuws kan? Want dat weet ik ook. Ik ben echt heel slim. En met een stukje uitgeknipt en wissels die eens komen, komt de laatste nu. Dus dan kan ik 2 drukken voor in de clan chat. /SN. Oh, moet wel lukken. Level 95. Oh ja, wat ik nieuw kan, hè? Wat veel van jullie natuurlijk niet weten, is een effigy. Undead Souls. Oh, Undead Souls. Oh ja, Undead Souls voor hier. En die praddelt voor hem en ja, waterrunts mee. Yay. En Zurk heeft gelijk, het is YouTube time. En dan is het nu weer tijd voor Golden Rocks. 19e keer. Hierna nog 13. Dus ja. Kunnen jullie weer even een minuutje kijken hoe ik deze statue voor de 19e keer maak. En mijn 1 weet in te houden. Niet heel veel interessants te vertellen verder. Dus doe maar. En gek genoeg heeft hij die opgehouden. Maar zie, ik heb hem gemaakt. Hij is nu weer plat. En mijn bag is leeg. Het is weer tijd voor de Golden Rocks in te leveren. En dit is de 20e keer. Dit wil zeggen dat de statue weer groter wordt in de Max Cult, terwijl die gaat staan. Helemaal. En ik moet even mijn 1 weer inhouden om de skills te kiezen in een snellere tijd. En het interesseert me niet waarin ik XP krijg. En dan. Ja, eigenlijk. Nog maar 12 keer te gaan. Yeah. Nog maar 12 keer. En op het moment dat je weer 10 elder Chronicles hebt gevonden, kun je ze weer eens in gaan leveren. En dit is dus de 4e keer van de 10. Dus ik heb 100 elder Chronicles nodig in totaal. Dit is dus nu 40. En dan ga ik ze offeren. En ik kon natuurlijk Divination XP even. Ik heb net geen level up. 21,5 XP. Maar dat komt vanzelf. En dan natuurlijk daarna de dode cutex. En nee, ik hoef ze nu niet te zien. Ik weet het allemaal. Haha. En dan is het tijd voor de 21ste keer de Golden Rocks toevoegen. Als goed is het nog steeds geen Divination level up. Want ik mis nog 22,5 of zoiets was het. Oh, en nu is het nog maar 11,5. Ik ga even mijn eentje inhouden. Dit is sowieso de volgende keer. Ga ik level up. Waarschijnlijk. Ga ik in ieder geval vanuit. En daar is nog gelegen. Dit is apart.
Ik had toen straks twee, maar nee. Nee, dan vul ik hem daar ook bij aan. En nu met het succes dat ik hem wel heb gekregen. Nog een keer, dan. Of zo. Of, okay, ik had misschien dat gemist. De 21ste keer. Nog. Oh, welke wil ik? Ik wil attack. Nog 11 te gaan. En dan, omdat ik een XP-lamp heb gebruikt en nog niet op continue heb gedrukt, maar ik zie wel ik level up ben, ik level 93 ineens geworden bij Modnina's clone in de Lummage Creator wereld 37. En dan is het weer tijd voor de Golden Rocks. Week 2. Niet week, ik zeg altijd week. Ik weet niet waarom. De 22ste keer. Hier nog maar 10 te gaan. Dat betekent dat het aftellen eigenlijk al gaan beginnen. Beginnen ze met 10. Nu is eigenlijk het idee dat volgende moment dan dus ook een getal wordt genoemd. En ja. Het zou heel episch klinken en zo. Maar dat is niet zo. Yeah. Wat een complete netskip requirement is dat je alle spirit trees moet hebben. Nou, dus ik had er eentje staan, zoals altijd in Brimhaven. Ik heb die van Miscellanea. Wee! Ik heb die van Port Sarum ook geplant. Want ik had twee spirit seeds, dus ik dacht van, nou, hè? Laat ik dan deze meteen even voltooien, zodat ik er ook een keer vanaf ben. En het is natuurlijk handig een teleport. Ik bedoel, wie wil nou geen gratis teleport erbij hebben? Dat is eigenlijk wel voor je doet. Daarvoor had ik ook die van Brimhaven al eigenlijk heel vroeg. Want ja, dan kon je meteen naar Brimhaven teleporteren, makkelijk. En het was er nog geen home teleport en zo. En was je meteen bij Farming Patch, was ook nog voor met Trieren, was het heel handig. En voor Port Sarum, ja. Miscellanea kan ik wel voorstellen, dat is toch wel even een beetje aan de andere kant. Even deze ook nog checken. Oh, die is ook al goed. Oh. En dan gaan we naar de Elf City terug, naar de hoofdtree, zeg maar. En daar zal ik ze even met hem praten van, yo, ik heb ze allemaal. En hij is iets van, oh, dankjewel, hier heb je XP en dan heb je farming XP erbij. Dat is een beetje het idee. Tenminste, dat is het standaard verhaaltje dat je dan krijgt. Eigenlijk moet alles zo'n beetje van, oh, dankjewel, hier heb je XP, woe. En dan heb je zoiets van, yo, ik ben 99, hè. Jij, bijvoorbeeld, je doet een simpele quest, hè. En jij bent een NPC van level 50 of zo. Kom wat, total level 50. En jij probeert mij iets bij te leren. Het werkt ook nog, maar ja, goed. Het trouwens van de mensen die door hadden, kon ik met de spirit tree kunnen teleporteren. Maar goed. Ah. Hey, oh, ik hoorde het zeggen, hier hoort zich allemaal. Nee, dat was het. Echt geen XP. Ik dacht. Ik ga helemaal eens kleuren, not all of them. I wonder why heb ik hem al. Oh ja, je hebt ze wel allemaal. Oh wacht. De trinome, de nome. Hallo nome. Ah. 50 gaan farming XP. Tada! Golden Rock tijd! De 23ste keer! En ik zit dit keer geen week, dus dat is mooi. 23ste keer! Oh ja, even 1 inhouden. Ik hoef je daar nog maar 9 te gaan. Dus het is al echt nog maar 9. Oh. Ik zou je wel eerlijk zeggen, Golden Rocks halen is niet het leukste om te doen. Aantal rocks. Zoals, de engineering duurt wel even. Soms. Het is vervelend. Maar goed. Nog maar 9. En dan is het nu de, niet veel, empty. De 22ste, nee, dat zeg ik fout. De 24ste keer. Dus nog 8 te gaan zelfs. Dat is niet veel. Hoewel deze weer 3 weken duurde of zo voordat hij erop kwam. Omdat ik, nou, eigenlijk niet heel veel aan deed, zeg maar. Even heel simpel gezegd. Maar, alle beetjes helpen.
En tot nu toe komen we er wel. Soort van. Dus, nog 8 keer. En de Golden Rock Sphere. Nog 7 keer na deze keer. Het was de 32e getal. Dus dit is de 25e keer. Dus ja, eigenlijk ik zeg ieder fragment, maar we kunnen aftellen. En zo. Of ja, jullie, ik. Ik bedoel, jullie moeten deze statje ook nog een keertje 32 keer doen. Uiteindelijk, als je voor trim gaat of wat titles die je wilt hebben. Yeah. En niet al vroeg, niet al snel daarna, dus zeg maar 1 of 2 dagen na de vorige, de nieuwe. Dus hier nog 6 keer. Het wordt dus wel lange fragmentjes als je alleen maar dit ziet, maar na 6 keer van deze fragmentjes nog, dan is het allemaal een beetje voorbij. En trouwens, Get Wrecked voor de persoon die in hard mode, hardcore versie dood is gegaan. En met een total van 1248. Dat is grappig, want 1 en dan keer 2 is 2, en dan keer 2 is 4, en dan keer 2 is 8. Dus het is wel een leuk getal. Nog 6 keer. En jullie denken nu, waarom sta ik bij de dagbeest? Hij gaat een slayer level up. Nou, ik dacht het dus niet. Oh, wacht, ik kan een vrachtje in hem steken. Want ik heb de Iowa title gekregen. 8 Dark Beasts van de Morphran. Yay! Woehoe! En dit is trouwens een completionist cape requirement. Dat je 8 Dark Beasts hebt gedaan van Slayer Master Morphran. En weet je, ik dacht, nadat ik toch een andere requirement heb gehaald, laat ik eens eindigen met een statue. Deze episode, episode 17, eindig ik met een statue. De 27e keer. Dus hierna nog 5 te gaan. En ja. Het is toch zo'n beetje het einde van. Bijna het einde. In ieder geval. In de volgende episode zul je in ieder geval zien. Dat ik. Oh, kijk, ik heb een crafting level up. Hé, hey, dat komt ook mooi uit. Ook ben je mooi meegenomen. Hoe kan ik het beter eindigen dan dit? Met gewoon een level up en een statue. En dat vorige fragment geen statue was. Ik bedoel, wauw. Het is insane. Insane episode. Insane einde. Echt. Oh. De volgende zul je zien dat ik eindelijk klaar ben. Als het goed is met deze Golden Statues. Yeah. In ieder geval, succes.